Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag laat ik jullie zien wat er in mijn make-up zak zit. Dit is de make-up zak die ik momenteel gebruik. I don't need a designer bag to look awesome. Dit is dus een zak die ik ooit kreeg van Global Image, een PR-bureau uit Antwerpen. En nu gebruik ik hem voor de make-up les, omdat ik het echt een super leuke zak vind. Mocht ik een ander vervoersmiddel hebben, waarschijnlijk een andere zak meedoen, want deze zak bent echt het klein te houden voor alles. In dit zakje van Boozy Cosmetics steek ik mijn kosten. Ik ga even laten zien welke kosten ik er momenteel in heb zitten. Echt een grote hoop kosten, maar eigenlijk mag het er gewoon uit. Zo, ik ga deze kosten er voorlopig uitlaten. Dit zijn kosten van Just Up. En ik gebruik deze momenteel toch niet. Behalve deze ga ik er nog uitlaten. Dit ziet er wel nog een kwastje uit. Zo. Voor de rest gebruik ik eigenlijk vooral Boozy Shop Cosmetic kwasten. Voilà, dit zijn mijn Boozy Shop kwasten. Twee daarvan zijn nieuw. Deze twee, dit is een lippenkwast. En dit is een mascara kwast. / wenkbrauwborstel. Ik ga ze even een rekkertje doen. Verder heb ik nog deze cream shader van Just Up. Deze foundation brush, ook een nieuwe van Morphe. Dit is de foundation brush R30. Gekocht op Boozy. Deze kwast van Real Techniques, super handig voor blush. Deze expert face brush van Real Techniques op aanraden van een medestudent gekocht. Deze foundation brush, maar dan zo smaller, wat handig is voor concealer en vloeibare contour. Ook een kleintje, ook handig voor concealer. Een paar borstels, eyeshadow borstels van EcoTools. Komen van bij Kruidvat en van Boozy ook. Een eyeshadow brush die ik super handig vind van Essence. Een super mooie nieuwe kwast van Real Techniques uit een limited edition collectie. En een lippenpencil van geen idee welk merk. En een pincetje. Verder zit er in mijn make-up tas nog papieren zakdoekjes. Twee witte handdoeken. Deze eye make-up remover pads. Een paletje om kleuren te, om foundation en zo te pakken. En een lepel omdat ik mijn spateltje niet meer vind. Corinne de Ferme Micellaire Eye Makeup Remover. Wat de staafjes van Kruidvat die zo'n dunnere punt hebben en dan zo'n breder uiteinde. Echt speciale cosmetic watches. Een make-up brush cleanser voor als het snel moet gaan.
cleansing melk, gewone wattenstaafjes, Disinfect. Je wil natuurlijk met proper handen aan iemands gezicht zitten. Een plastic zak met daarin een flesje alcohol. Om zo te spuiten. Dit is gewoon zuivere alcohol die daarin zit. Is belangrijk om een aantal items te ontsmetten in de make-up les. Make-up wipes, als het samen gaat. Watches. Dit zakje, die jullie misschien herkennen van Primark borstels die ik gebruik voor als ik afval heb. En ik heb ook nog een aantal make-up producten waar je mag ook werken met je eigen producten in de les. En voor sommige dingen vind ik dat handig. Maar ik heb ook nog een slijper. Die is opgevallen waardoor dat een paar dingen zwart zijn. Qua producten heb ik een Ultra Professional Corrector palet zitten van Revolution. Selfie powder. Van W7. Een primer. Ik vind mijn primer wel heel handig werken. De super mooie Papa Don't Peach blush van Too Faced. En mijn Ultra Cream Contour palet. Omdat ik die kleur wel gewoon ben. En ik vind het een heel handig palet. Zo, dit zat er allemaal in mijn make-up zak. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. En laat me zeker weten of ik nog zulke video's moet maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doedels!